Hoi en welkom bij weer een nieuwe What I Read, deze keer voor de maand juli. Wat was mijn excuses voor mijn stem? Ik heb keelpijn en het is niet best. Dus als mijn stem af en toe een beetje verspringt, dat is daardoor. Allereerst gaan we natuurlijk even de titelpagina maken. Ik heb expres hier deze scrap pieces of paper die ik al die tijd al had bewaard, omdat ik ze te mooi vond om weg te gooien, erbij gepakt. Met deze bloemen, dus die plakken we hier gewoon op. Een losse sticker en that's it. We houden het lekker simpel zoals altijd. Het zijn redelijk wat boeken wat ik afgelopen maand heb gelezen. Namelijk 20 in totaal, dus dat is een redelijk nummer al, zeg ik het zelf. Maar voordat we natuurlijk over de boeken zelf beginnen, doen we eerst alles eventjes opplakken en alle stickers plakken. En dat ging niet helemaal zoals gepland. Mijn printer is nog al een tijdje echt gewoon raar aan het doen. En elke keer zit er een nieuwe cartridge in. Zwart doet hij niet printen. Raad eens welke kleur je moet hebben. Wil je je stickers laten snijden op je silhouet? Zwart. Dus vandaar dat we deze gewoon met de hand doen knippen. Want ja, zolang die printer niet doet, kan ik geen nieuwe stickers maken. Behalve door ze los te knippen. Het is maar goed dat ik deze sterrenstickertjes al gemaakt had in roze, zodat ik die wel gewoon kon printen, maar het is een blijvend ding. Ik had hier een bal uit mijn cachepon gehaald en dat zijn dan ook de eerste drie boeken waar we het over gaan hebben. Dat is namelijk de Dodelijke Opleiding serie van Naomi Novik. Allereerst hebben we dus de Dodelijke Opleiding. Eén dodelijke opleiding, De Laatste Leerling en De Gouden Enclaves. Ik kan deze boeken niet anders omschrijven dan Harry Potter met meer moord en meer random aanvallen. Deze boeken vallen ook onder Young Adult, Fantasy / Magic. Ik moet zeggen, het eerste boek begon heel erg goed. 3,5 ster. Het tweede boek was op zich ook wel sterk. Ook daarom 3,5. Het laatste deel, ja, die was iets minder. Die geef ik daarom eigenlijk maar 3 sterren. Ik vond het niet het soort einde wat de serie moest hebben, om het zo maar te zeggen. Ik bedoel, tuurlijk, boek 2 eindigde op de cliffhanger. Boek 1 eindigde op de cliffhanger. Dus het was maar goed dat ik sowieso alle boeken natuurlijk had. Maar ja, die cliffhanger en dan ook het derde deel zelf. Ik weet niet, het derde deel voelt allemaal heel erg gerushed. En het was het allemaal gewoon net niet eigenlijk. Vorige maand had ik al redelijk wat gelezen. En deze maand heb ik de laatste 2 gelezen. Namelijk Cruel Seduction en Midnight Ruin. Allebei van Katie Roberts. Of Roberts. En ik, heel simpel, ik wou gewoon de serie af hebben. Voor zover het kan. Ik lig met zoveel boeken achter. En ik vind deze boek altijd gewoon wel leuk om te lezen. Het is Griekse mythologie. / retelling. / new adult. Ik denk dat het op zich al wel genoeg zegt. Alle twee van mij 3 sterren. Een beetje de standaard rating eigenlijk met deze soort boeken. Ernie, ik vind dit soort boeken gewoon leuk om te lezen. Het zijn echt van die boeken waar je verstand op nul enigszins bij kan hebben. Wat enigszins wel goed in elkaar zit. Waar echt wel een verhaallijn ook nog in zit door alles heen. Dus niet dat je echt zo'n romance fluff piece hebt de hele tijd. Dus ja, op zich wel een aanrader. En we zijn er helemaal bij met alle boeken tot er weer een nieuwe uitkomt. En volgens mij is dat pas volgend jaar weer. Dus we zijn voorlopig even bij. Dit volgende boek was laatst binnengekomen en ik wou deze dan ook gelijk lezen, omdat dit ook het vervolg of het einde is van de serie, namelijk Brug der Zielen van V.A. Schwab. Dit is het laatste deel in de Cassidy-serie en dit valt onder Young Adult / Paranormal Fantasy. Ik heb tot op heden de andere boeken ook allemaal echt wel van genoten. Ik hou er wel van. 4 sterren van mij, dikke aanrader. Het is wel voor mijn gevoel, ja, ze zeggen dat de serie klaar is. Het is toch wel enigszins nog een open einde. Ik zie hier echt wel de mogelijkheid van dat er hier nog extra boeken in de toekomst van kunnen komen. Mits het genoeg following krijgt, als het ware. Of überhaupt deze boeken omzetten naar een tv-serie, jongens. Ik denk dat dat ook echt een perfect
perfecte optie is. Het volgende boek is magisch en hier zitten zoveel auteurs aan vast dat het te veel om op te noemen zijn. Dit zijn allemaal short stories eigenlijk, young adult en ja, dit was gewoon ruk. 2 sterren. Ik weet niet, ik heb wel vaker dat Nederlandse auteurs tegenvallen en ja, dat was bij dit absoluut zo, dat het gewoon tegenviel. Ik kan het niet anders omschrijven als dat. Ik raad het niemand aan. Sla deze absoluut over. Het is niet alles was echt slecht. Er zaten ook wel een paar tussen waar misschien wel een goede gedachtegang achter zat. Maar de uitvoering was niet altijd helemaal top. Laat het daar maar bouwen. The Legacies van Jessica Goodman valt onder young adult / mystery thriller. En als je me al langer volgt, dan weet je dat dat soort boeken mijn vibe zijn. En dit was ook echt wel mijn vibe. Dit gaat de hele tijd van present day naar verleden. Je hebt flashbacks. Het zorgt ervoor dat je de hele tijd goed op wil letten. En dat je ook echt wel aandachtig aan het lezen bent. En dingen voor jezelf notities maakt van oké, zal het daar aan liggen? Zal het daar mee te maken hebben? Hoe zit het precies? 3,5 sterren, absoluut. Loved it. De volgende stond al heel lange tijd op mijn eerder klaar, namelijk Stalking Jack the Ripper van Carrie Meniscalco. Ja, wat zou ik ervan zeggen? Het is mystery thriller / young adult. Ik vond de titel zelf heel erg intrigerend klinken en sowieso alle titels van die serie. Ik geef het ook echt maar 3 sterren. Ik denk dat als ik dit had gelezen in het jaar dat het uitgekomen was, ik deze fantastisch had gevonden. Maar het feit dat we inmiddels zoveel jaar verder zijn, ik hem toch wel een beetje, ja, iets minder vind. En dat klinkt misschien nog raar, maar ik denk dat het een beetje hetzelfde is als de hele Twilight hype. Toen we het de eerste keer met z'n allen lazen, vonden we het met z'n allen fantastisch, zeg maar. En nu als we eraan terugdenken, denken we, een beetje cringe. Dat had ik bij dit boek ook af en toe. Het volgende boek is Happy Stance bij Tessa Bailey. En heel simpel gezegd, dit geeft gewoon eigenlijk aan dat sommige auteurs gewoon bij hun eigen niche moeten blijven en niet opeens iets anders moeten proberen. Dit is een reverse harem / new adult. En ik weet niet, ik vind Tessa Bailey normaal gesproken, ik vind dat meerdere van de boeken vind ik op zich wel leuk. Ik vond deze echt gewoon wat slechter geschreven, daarom dat ik deze echt maar 2,5 ster gaf. Het is gewoon zo extreem met bepaalde dingen. Ook best wel cringe eigenlijk sowieso. Maar sowieso hoe het boek al begint. Nee, dat is zo totaal niet realistisch dat ik al gelijk zoiets heb van nope, gaat het niet worden. Same Time Next Year, ook van Tessa Bailey. Dit is een sportromance / novella. Deze vond ik op zich wel heel vermakelijk. Daarom geef ik deze 3 sterren. Ik vond het ten eerste, het was leuk dat je ook bij deze weer steeds van perspectief wisselde tussen de man en de vrouw van het verhaal. Ik vond dat er sowieso echt wel een goede verhaallijn in zat, door alles heen. Ja, op zich wel aanrader. De Fake Maid van Lena Ferguson. Dit boek was zo vaak voorbijgekomen op een Goodreads als aanbeveling. Op BookTok heb ik er meerdere mensen voorbij zien komen over praten en zo, man. Dit is een werewolf romance / new adult. Dit is eentje waar de notting goed wordt uitgelegd. Voor mensen die dit soort boeken meelezen, die snappen lekker wat ik ermee bedoel. 3,5 ster. Ik vond hem echt heel leuk. Ik moet zeggen, ik had van Lana Ferguson nog niet echt gehoord buiten dit boek om. Ik was aangenaam verrast. Ik vond op zich wel dat ze een leuke schrijfstijl had. Het was niet te overdreven. Ja, sure, het is weerwolven. Maar het is wel nog zo modern genoeg dat het niet gelijk zo'n extreem overdreven paranormaal boek is die ik wel eens vaker heb gehad. Ze stond vooral bekend om dit boek, The Nanny,
En die ben ik daardoor gelijk daarna gaan lezen. Dit is ook New Adult Romance. 3 sterren, sowieso de premise zelf. Het feit dat zij gaat... de oppas gaat zijn... voor een oude klant van haar die haar deed volgen op haar OnlyFans pagina. Ja, hilarisch. Ik vind het wel grappig, dat soort dingen, jongens. Ik hou er wel van. Op zich wel een leuke, fluffy romance. Ja, simpel. Love Story van Lindsay Kelk. Dit was een boek dat een vriendin van mij aan het lezen was. En die was ermee bezig en die was er zo enthousiast voor over, want die vond het echt hartstikke leuk. Maar die was ook wel enigszins terughoudend, omdat ze bang was dat het een open eind zou hebben. Dus ik zei, weet je wat, ik offer me op, ik ga dit boek weer lezen. Dit valt onder romance chick lit. Ik vond hem ook wel heel erg leuk. 3 sterren. Ja, dit is ook echt zo'n duidelijke romance fluff piece, vind ik persoonlijk. Maar ik hou er wel van. Ik hou er wel van om af en toe van dit soort boeken tussendoor te lezen. Erg leuk. Ook echt een zomerboek. Dit is ook echt een soort boek om te lezen in de zon, buiten op een luchtbedje of zo. Dit boek overigens ook. Beach Cute van Beth Reekles. Dit is young adult / realistic fiction. Dit gaat over 3 meiden... die allemaal op vakantie gaan, allemaal met andere background stories, om het zo maar te zeggen. En dat die er opeens achterkomen dat ze een resort hebben geboekt waar je niet die telefoon mag hebben, geen laptop, niet eens een e-reader. Dat je dus eigenlijk helemaal digital free moet zijn en dat je ook verplicht mee moet doen aan activiteiten. En daar begint het verhaal eigenlijk. Alle karakters vond ik leuk karakters om te lezen. Ik vond dat ze sowieso een goede backstory hadden. Dus ja, op zich wel een aanrader. Van Eddie Hazelwood heb ik de andere boeken ook kan gelezen. Dus deze kon ik natuurlijk niet achterlaten. Not in Love. Dit is een nieuwe adult / contemporary romance. En ik geef deze 3 sterren. Ik moet zeggen, ik vond deze persoonlijk tegenvallen. Ja, dit is nog wel enigszins in het hele stemwereldje. Dus je zit nog wel steeds in haar basismanier van schrijven, zeg maar. Maar ik weet niet, ik vond deze gewoon niet zo leuk. Ik had niet zo'n gevoel dat ik mee moest giechelen als het ware tijdens het lezen, wat ik bij de andere boeken soms wel had. Het is wel meer real. Dat staat er ook wel heel duidelijk in het begin van het boek als trigger warnings. Maar het was gewoon iets minder. Reckless Heart van Brighton Walsh is een nieuwe adult / romance die ik puur ben gaan lezen door TikTok. Iemand had een quote van het boek rond laten zweven op TikTok. En die vond ik fantastisch. Daar moest ik heel hard om lachen. Dus ik dacht van, als het zo begint, dan zal de rest van het boek ook wel leuk zijn. Ja, dit is wel de deel 4 eigenlijk in de serie. Daar kwam ik pas later achter, toen ik al was begonnen met lezen. En ik hem indeelde op Goodreads. Dus het houdt in dat ik nog redelijk wat boeken te lezen heb. Al met al op zich wel vermakelijk. 3 sterren. Niet echt iets bijzonders, maar wel gewoon leuk. Dit boek was veel leuker geweest als ik deze had gelezen in oktober. Namelijk Spookily Yours van Jennifer Chipman. Hij is super cute. 3 sterren. Paranormal romance / magic. Het gaat over een heks die een kat doet adopteren en erachter komt dat de kat eigenlijk een demon is. Daar begint het mee. Hij was leuk. Het is niet al te dik boek. Het is gewoon echt zo'n leuk boekje. Dat zeker in de herfst / Halloween sferen past. Het is ook wel enigszins Halloween inspired. Zet het zeker op je lijstje voor dan, jongens. Echt aanrader. My Lady Jane. Ja, dit is er weer zo eentje die ik puur ben gaan lezen om het feit dat hier een show van is gemaakt. Historical fiction is het retelling. Het gaat over Lady Jane, over de koningin van Engeland die maar 9 dagen koningin is geweest. En dan een retelling erin. Hier zit magie in, om het zo maar te zeggen. 2,5 ster. Ik vond deze heel erg tegenvallen. Tuurlijk, ik wist dat het een retelling was. Maar ja, nee, het is het allemaal gewoon niet. Nee. Het is het gewoon allemaal net niet.
Ik ben benieuwd of de tv-serie wel leuk gaat zijn. Of dat ik dadelijk 2 keer mijn tijd heb verspild hieraan. We zullen zien, jongens. Als allerlaatste normale mensen van Sally Rooney. Ik denk dat dit op zich een goed boek had kunnen zijn voor mij. Dit is contemporary fiction / coming of age. Geef me echter maar 2,5 ster en dat is puur. Ik denk dat ik dit op de verkeerde tijd / moment van mijn leven heb zitten luisteren. Ik denk dat dit boek meer impact heeft als je zelf een beetje ook in een dipje om zo zit. Ik denk als ik dit boek had gelezen of geluisterd tijdens mijn burn-out, ik deze een hoger cijfer had gegeven. Nu vond ik hem daardoor iets minder impactvol. Ik vond sowieso de hoofdkarakters af en toe vervelend. Terwijl ik weet dat een heleboel andere mensen dit boek echt super goede reviews geven. Wel weer zoiets waardoor je dan begint te twijfelen, tenminste ik er wel over van, oké, heb ik dan het boek misschien niet gesnapt, want dat kan. Maar ik denk dat dit echt een soort boek is dat je op bepaalde momenten in je leven moet lezen. Dan gaan we naar de totale. In totaal waren het 459 minuten, want het was deze keer maar 1 luisterboek. En het waren 6652 pagina's. Gaan we door naar de basispagina's. Allereerst de daily reading. Nou, die lijkt me simpel. Dit is gewoon elke dag geweest. Tuurlijk, sommige dagen wat meer, sommige dagen wat minder. Maar ik moet zeggen dat ik tot op heden het goed volhoud om toch elke dag iets te lezen of te luisteren. Van A tot Z, helaas, heb ik deze maand er niet echt rekening mee gehouden. Hetzelfde geldt trouwens voor de Goodreads. Ik heb echt gewoon puur gelezen waar ik zin in had. Dus uiteindelijk kunnen we alleen de M invullen, namelijk Midnight Ruin. Helaas houdt het in dat de J, de Q, de U, de X en de Z nog steeds openstaan. Ik zal toch echt even moeten kijken of ik misschien deze maand toch wel het een en ander specifiek erbij ga pakken om ook deze letters eindelijk te gaan vullen. En niet dat ik dadelijk in december als een kip zonder kop allemaal aan het rondrennen ben om alle letters te kunnen krijgen. Want dat zou niet de eerste keer zijn. Kunnen we doorgaan naar de yearly statistics, of in dit geval de maandelijkse statistics. Zoals ik al zei, het waren deze maand 20 boeken, waarvan 5 boeken, 14 e-books, 1 audioboek, 0 van de Beep, 5 boeken ervan waren van mezelf en 0 rereads. Ja, Goodreads, daar heb ik echt geen enkel boek wat ik kan afvinken. Daar moet ik toch echt onderaan aan gaan beginnen. Zeker met die Hellbent van Lee Budako. Want laten we eerlijk zijn dat het deel 2 er staat in dat ik eerst deel 1 moet lezen. En al twee de boeken zijn redelijk dik. Dus dat is misschien toch wel iets om in ieder geval in augustus en september aan te beginnen. Het boek wat deze maand het beste uitkwam was Brug der Zielen van V.A. Swap. Dat was echt de enige die ik 4 sterren heb gegeven. Dat was niet verder eens echt een boek waarvan ik echt zo iets had van wauw, deze was echt fantastisch. Op zich wel tegenvallend dat ik dat deze keer niet had, maar hopelijk brengt augustus weer wat goede boeken mee. Ik mag sowieso het een en ander qua boeken gaan uitzoeken voor mijn verjaardag van mijn vriend, dus hopelijk pikken we dan ook een paar goede mee naar huis toe. Laat ik jullie nog even alle pagina's klaar zien. Dus allereerst de titelpagina en daarna de losse boekenpagina's. Hij begint nou aardig vol te worden. We zijn nou toch eindelijk wel over de helft heen, denk ik. Of misschien nou net over de helft heen. Dus het gaat sowieso passen. Dus dat is in ieder geval al fijn. Dat we die zekerheid hebben. En daar sluiten we deze video weer af, jongens. Dat was het voor deze video. Hoop voor jullie weer leuk. Als je hem leuk vond, vergeet dan vooral het een duimpje omhoog te geven. En wil je deze video's vaker zien, doe ik vooral abonneren op mijn kanaal. Hoop tot de volgende keer weer. Doei!